Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. En in deze gloednieuwe aflevering gaan we verder werken aan een attractie. We gaan deze renoveren tot de boon. Nou ja, in ieder geval, we gaan alleen de ingang aanpassen hoor. Het is niet dat we de attractie gaan omleggen. En ik had hier trouwens afgesproken met Leroy en Giovanni. Alleen, ik zie alleen bezoekers om me heen. En voor de rest zie ik geen Gio en ook geen Leroy. Je zou zeggen, het is niet te missen, een eend en een dino. Maar toch... ik zie ze niet. En misschien ga ik hem even bellen. Ik ga eens even kijken. Giovanni. Ja, gaat erover. Hallo! Oh, hallo Gio. Oh, hey. Waar ben je? Je valt het toch hier... Maar ja, wij zijn op de afgesproken plek. Ja, dat is inderdaad voor de mijn, ja. Voor de mijn? Voor de mijn. Ik dacht in de stal. Leroy, we moesten toch in de stal zijn? Wat? Ik kom al. Oh, jeez. Stal? Zitten ze hier? Oh. Oh. Wat zijn jullie aan het doen? Hoi! 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 Leroy, je hoort niet om dieren te zitten, vooral niet op zo'n lief schaapje. Kom er maar uit. Kut, ik heb verkeerde hoors. Ding. Ja. Oh, ja. Oh, oké. Okay. Jongens, Look at my sheep. My sheep is up bezig. Ja, daar kom je niet uit, hè. Wacht, kan ik misschien deze paal slopen? Kijk eens. Kijk eens. Kom er maar uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Wee! Nou, leuk dat jullie er zijn. Gelukkig zijn jullie er. En ja. Jongens, ik heb een heel leuk plannetje. En dat is misschien leuk om dat toe te voegen in deze video. Wat nou als jullie naar een plekje gaan in de map. En jullie gaan iets heel leuks bouwen. Wat misschien wel met dit thema te maken heeft. Of misschien wel met iets anders. Maar het zou leuk zijn als je misschien wat van mijn thema erin kan doen of zo. Dan moet je maar even kijken. Dat je dat gaat bouwen met Gio samen. Is dat een goed idee? Is helemaal goed. En vind jij dat ook goed als je dat met Leroy doet dan samen? Oh. Nou, dat is duidelijk. Ja, toch? Ja. Je zit een beetje te headbangen. Ja, inderdaad. Hardcore op hier. Leuke muziek. Ja, inderdaad. Op steen. Nou, prima. Nou, dan, gaan wij dan, Leroy? Ja, welke kant moet erop? Die kant. Ja, dat is goed. Nou, succes. Kijk ze dan ook, hè. Prachtig. Nou, doei. En die schaap kan ook super hoog springen. Kijk dan. Nou, dan verdwijnen ze. Nou, dames en heren, we gaan eens even keihard deze bel erin slaan. Huppakee. Zo, en klaar. Jongens, we zijn... Heb je het al klaar? Ik ben wel benieuwd wat jullie gaan maken eigenlijk. Ja, de tweede ding is niks afgesproken, hoor. Helemaal niks. We zijn nou zo ver weg dat je ons eigenlijk niet meer zou moeten kunnen horen. Nee, dat is zo. Oh. Maar we hebben nog steeds die walkie-talkie hier. Oh ja. Ik heb hem hier klaar liggen staan. Nou, hij lag altijd al klaar, maar hij is stand-by om het zo te noemen, hè. Er staat nu een beetje at your permanently removed visit. Heb je mij... Hoezo? Oh, dat de beest heette mij. Heeft mij al mijn naam. Echt waar. Oh, mijn paard heette Harold. Dat wist ik niet eens. Jammer dit. Word ik weer met een paard gemengd? Nee, met een schaap. Ik had pas PC Disneycraft ingezet. Ik verwijderde en stond er you permanently removed Disneycraft. Ik... Nee! Alter 4. Ja. Dus. Ik ben benieuwd wat jullie gaan maken hoor, want ja, het wordt ook leuk voor de kijkers natuurlijk om te kijken van ja, wat gaan jullie precies in elkaar flansen in deze aflevering. Even kijken, nou. De reden waarom dit wordt gesloopt is omdat dit een hele oude attractie is natuurlijk. En de Dondermijn is heel oud hè, dat weten jullie. Nu sloopt ik trouwens een huisje wat niet moet, zo. En deze attractie heeft dus niet echt voor mij gevoel een mijn look. Dus ja, je komt binnen in een huis en dan heb je wel een beetje mijn gevoel dat je echt een mijn induik in een huis. Maar ik wil eigenlijk dat gevoel al vanaf buitenaf hebben. Dus ik wil eigenlijk een soort van mijn bouwen, een open mijn, die je ingaat. En die zit dan tussen die huizen gepropt. Moeten we kijken of we dat kunnen. Dit huisje gaan we dan weghalen. Dit ook op de hoek. En dan gaan we die mijn heel mooi aansluiten met het zand wat hier is. Waardoor ook dit wat meer thema krijgt. Dit kleine, ja, Wild West. Wat is het eigenlijk? Er staat een wagen hier en een cactusje. Hartstikke leuk. Nou, dus dan slopen we even dit gedoe. Het is ook leuk dat deze achtbaan natuurlijk onder de grond ligt. Een vrij lange track. Hebben we toen een keer aangepast. Hij zei, nou, volgens mij... Nee, hè? Gio? Hoor je mij?
Op de walkie-talkie? Ja. Ja. Klopt het dat... Het kraakt alleen. Oh, sorry. Ja, ik heb hem niet goed gezet volgens mij. Nou, er zit een stoorzender op de lijn, maar ik denk dat dat Leroy is. Ja, ik denk het ook. Beetje storend. Niet zo, hè? Nee, daar word je echt gestoord van. Ja. Maar hadden wij... Dolomijn hebben we nooit eigenlijk veranderd, hè? Het is gewoon in één keer gebouwd, nee, geloof ik, hè? Klopt. Ja, dus in één keer goed, hoop ik dan ook. Dat is de vraag, hè? Of het in één keer goed was. Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik. Ja. Kijk hoor, als we dit nou even slopen tot hier. Dan hebben we in ieder geval dat allemaal weg zo. Zonde. Achter is het zelfs allemaal gebouwd. We kunnen dit nog wat verder naar achter trekken, want daarachter hebben we nog een gebied en dan kunnen we die boom ook hier weghalen. Zo. En zoals je ziet heb ik nu de vloer een beetje weggehaald. Kijk, en dit begint er al een beetje uit te zien als een open gat. Nog niet echt een attractie. Ik weet het. Misschien kan ik die mijn zelfs een beetje over laten vloeien in dit heuveltje. Ik denk dat dat er nog leuker uit gaat zien. Ik sloop even dit allemaal. En dan lijkt het ook een wat grotere attractie, want het moet eigenlijk ook wel een grotere attractie zijn en worden uiteindelijk. Zo. Kijk eens. En hier nog een bordje, maar die mag ik weghalen, want het systeem wordt opnieuw gemaakt met die... Maar deze achtbaan is natuurlijk ook permanent open, dus maak je niet druk, je kan deze altijd bezoeken. En even kijken, Donaldsmijn, ja. Nou, we gaan er even tussenuit voor de reclame. En dan komen we zo terug en dan laat ik zien wat ik heb gemaakt. En ja, dan ga je het verder zien. Leroy? Ja? Volgens mij kijken er ogen naar me. Oh! Ja, heel veel dat, ogen. Dat is wat ogen doen, hè? Ja. Maar er staan echt heel veel ogen naar me nu te gluren. Oh. Op een rijtje zelfs. Ja, ogenblikje, daar kom ik zo even kijken. Is goed, ogenblikje. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. No more. Je opname staat nou uit, hoor. Nee. Oh. En zoals jullie zien heb ik een kraantje erop gemaakt. Een klein leuke mijnwerkerskraantje. En vervolgens gaan we natuurlijk de decorering later pas doen. Ik dacht, ik ga met Goblox eerst eens even laten zien waar we kunnen bouwen hier zo. En bedankt Robin. Robin is onze bewaker voor deze keer. Mocht hij jou zien, dan ben je de Sjaak. Hij komt zo met zijn enge pompoenen gezicht achter je aan. En hij maakt pompoenensoep van je. Zoiets. Kijk hoor, gaan we even dit gebouwtje slopen. En dat wordt even lastig, want... Even kijken hoor. Gaan we even een pickaxe voor gebruiken, want dit wordt dadelijk namelijk ook dadelijk een stuk rots. Want de uitgang gaat namelijk de andere kant op. Zo, ik ga dit even slopen allemaal. Zo, het is even niet anders. We hadden de borden iets hoger, verder moeten doen, Gio. Ik wil ook wat meer thematisering doen bij de... Als je zeg maar langs de wachtrij gaat, want het had niet echt een wachtrij. Je ging meestal een trap naar beneden en dat was het, weet je. Je kwam al gelijk aan bij de attractie. En het is natuurlijk veel leuker als de Donaldmijn wat meer... De Donaldmijn gevoel geeft dat je echt een mijn binnendringt. Waar ook allemaal eentjes aan het werk zijn. Dus het is leuk als we ook die scènes maken tijdens de... Als je binnenkomt. Lijkt me leuk als je dan hier naartoe gaat. We gaan dit natuurlijk allemaal... Anders maken van hout lijkt me dit het makkelijkste als we dit zo... Kijk, een set wood doen bijvoorbeeld. Zo. Oh, ik zit zelf vast. Zo. En dan kunnen we daar nog aanpassen. En dan dat je hier binnenkomt in ieder geval. En dan even kijken. Dat je dan de route neemt, dat je hier naartoe gaat. Ik zal even wat steen afzetten, dan weet ik het. Zoiets. Zo heel grof natuurlijk neergezet. Zoiets wil ik er wel in doen, dat is wel gaaf. Zo, dan moet ik daar rekening mee houden. Dan kan je hier een scènetje maken, daarachter. Dan kunnen we nog allemaal uitgraven. Zo. Dan kunnen ze hier verder erin. Zo, daar naar achter. Hier kunnen we ook allemaal inbouwen nog. Oh, kijk nou, de hele berg waar we nog kunnen inbouwen. Prachtig. Nou, fantastisch. Leuk wat je allemaal tegenkomt, hè. Deze berg laten we doorlopen met dit. Wat een gedoe. Wat een gedoe. Ik denk dat ik maar even mijn arrow toepak. Dan gaan we even BE fill. B2. En dan zeggen wij... Zo. Komt dat goud er maar lekker bij. Ja, iedereen is weer terug. Oh, gelukkig. En welkom in de appel. Is dat een giftige appel? Let op. Als de giftige appel is, uitkijken jullie.
Hallo, hier is ook hier te kijken. Robin maakt zelfs een heel mooi kunstwerk hier zo. Hè? Helemaal speciaal voor jullie. Kijk eens wat de aandacht die Robin geeft aan jullie. En hier zitten de nette mensen hier. Met een bloem te zwaaien zelfs. En dit is al tot nu toe het resultaat. Ik heb dus allemaal goldblocks vervangen voor bepaalde ID's. En als ik hier bijvoorbeeld een blokje plaatst, dan kan ik hem veranderen als hij dat doet. Wacht even, ik zal het nog eens proberen. Kijk, als ik hier dit doe, zeg replace gold, dan moet hij dat doen. Oh, ik heb mijn world edit verkeerd gedaan. Hier zo. En dan zeg ik tot en met hier beneden. En dan zeggen wij deze. En dan zie je dat het veranderd wordt. Dus dat is wel handig. We kunnen hem helemaal hoog maken hier, die berg. Zo. En kijk. Hup. En een minecart. Wat doet die minecart daar? Hé? Wat deed die minecart, joh? Daar nog een minecart? Hé? Waar komen die minecarts vandaan? Zit iemand hier... Oude snoepets. Van Leroy? Of zit hij in de buurt, ja? Zit hij stiekem te kijken hier? Stiekem het. Zullen we even kijken hoor, voordat we verder gaan. Hebben we dit al bereikt nu? En ja, het duurt iets langer dan ik had verwacht. Zullen we anders een kijkje nemen bij Leo en Gio wat jullie hebben gemaakt? Is het zover, denk je? Kun je naar Gio kijken? Oh. Ik ben prima. Oh, een prima. En, ja. En, ja, mag ik kijken? Waar moet ik heen? Naar waar moet ik naartoe? Naar mijn TP. Naar jouw TP, oké. Daar komt ie. TPO Leroy. Oké. Ik kijk nog niet achter me of iets. Helemaal niks. Maar nee, je moet wel echt hier staan. Waar zo? Opzij. Opzij, opzij, opzij. Op ja, ja, ja. Verder, verder. Stop. Ja. Ja. Oh. Oké. En waar moet ik nu heen kijken? Moet je omdraaien. Achter je herrijst zich. Kaas. The ride. Oh. Oh, vet joh, die poppen erop. Kaas de Ride. Kaas baan door G-coasters. Kwaliteitsbaan 5 sterren. Ik ben erg benieuwd. Hoe kom ik hier? Moet ik ergens een car of moeten jullie me aanduwen? Oh, zit er al een heel systeem in. Nou, ik ga mee. Ik ben benieuwd. Wow. Woehoe. Over de kop. Holy crap. Het is nog eens een kaasride dit. Kijk nou. Inrangeren starten. Wauw, ik vind het een hele spannende rit. Het is ook een blok kaas volgens mij, hè? Ja, het is kaas de ride, hè? Ja, want de binnenkant kaas en de buitenkant echt die korst. Korst, ja. Die oranje korst. Ik vind het heel tof. En dan is het resultaat na een paar uur bouwen met de hulp van Irma, iCook, eigenlijk... Zoveel mogelijk mensen hebben geholpen. En kijk eens jongens en meisjes wat er van geworden is. Een nieuwe ingang. En we gaan dus ook een kijkje nemen natuurlijk. Kijk, hier komt hij binnen in de Dandelmijn. Deze is permanent open. En kijk eens hoe het er binnen uitziet in één keer. Het is heel anders. Het is niet meer dat je een huisje binnen gaat, een trap af en je gaat naar de attractie. Maar nu kom je dus in een mooi gethematiseerd plekje. En zoals je ziet is het deze mijn door iCook gemaakt voor de rest. En de buitenkant heeft meer Irma gedaan, geloof ik. Zeg ik het goed? En Irma heeft wel het station. Jij hebt op de buitenkant toch? Ik heb vooral de buitenkant, maar jij meegeholpen. Ik heb meer beneden gedaan. Ja, en Irma heeft meer beneden gedaan inderdaad. Ja, dus Eiko boven en Irma beneden. Kijk, nu gaan we hier. En de attractie zelf is niet aangepast. Er komt niet in de server van... Vincent, waarom is die attractie nog steeds hetzelfde? Het gaat even om de ingang. En kijk eens hoe leuk je ook hier naar beneden kan kijken. Dan zie je dus een stukje... Oh! Dat is hier een stukje scène. Ik heb hem snel dichtgemaakt voordat er weer geluipers in de baan komen hier. En hier kan je dadelijk ook kijken. En dan zie je ook wat thematisatie. Fantastisch hier in die mijn. In de Donaldmijn. Dus kom zeker een keer langs met Warp Donaldmijn. En de uitgang lopen we ook natuurlijk even af. Want dan ga je hierheen. Kom hier langs en dan ga je op een gegeven moment langs deze. En dan ga je hier doorheen. En dan kom je hier en dan ben je weer buiten. Laat vooral een like achter en tot de volgende keer. Doei doeg!